Nederland 2 verbindt je met de wereld om je heen. En zet je aan het denken met programma's die zich verdiepen in de werkelijkheid achter de actualiteit. Dit najaar met twee indringende series die grote maatschappelijke gebeurtenissen hervertellen met een menselijke maat. De Prooi. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Jeroen Smit, vertelt de serie De Prooi het verhaal van voormalig bestuursvoorzitter van ABN AMRO, Rijkman Groenink, vanuit zijn eigen perspectief. Binnen 5 jaar is deze bank 100 miljard waard. Oh, kijk eens. Nou, zal ik daar dan zelf het mes maar in zetten? De machtigste man van Nederland. De val van CDA-fractievoorzitter Willem Aantjes op 6 november 1978... is zonder twijfel een van de meest tragische persoonlijke drama's uit de Nederlandse politiek. Dat de heer Aantjes dus op genoemde datum en leeftijd gemobiliseerd is in het kader van de Waffen-SS. Binnen 48 uur verloor Aantjes zijn baan en maatschappelijk aanzien, maar ook in zijn privéleven had zijn terugtreden verregaande gevolgen. Veel aandacht op Nederland 2 voor kunst en cultuur. Met naast de vaste programmering grote culturele evenementen als het Nederlands Filmfestival, ITVA, Oerol en Uitmarkt. Op Nederland 2 doet de VPRO verslag van het Nederlands Filmfestival. Dat wordt afgesloten op vrijdag 4 oktober met het Gala van de Nederlandse Film. Op deze avond worden de Gouden Kalveren uitgereikt, de belangrijkste filmprijzen van Nederland. Nederland 2 is het journalistieke net van de publieke omroep. Dat gaan we in het komend najaar en in 2014 nog verder versterken met nieuwe titels. Vanaf 8 september presenteert Eva Jinek een wekelijkse talkshow op de zondagmiddag onder de titel Jinek. Eva Jinek en Sven Kokkelman komen vanaf maandag 27 januari 2014 met een nieuw dagelijks journalistiek televisieprogramma. In dit nieuwe programma interviewen zij afwisselend gasten die in het nieuws zijn vanwege actuele onderwerpen. Thijs van der Brink start in januari 2014 een wekelijks debatprogramma op Nederland 2. Naast Zembla en Reporter komt er vanaf januari 2014 een extra slot voor onderzoeksjournalistiek. Verschillende omroepen zullen hier hun bijdrage aan leveren. De dagelijkse succesvolle rubriek Nieuwsuur bereikt van maandag tot en met zaterdag al een groot aantal mensen. Per januari 2014 is Nieuwsuur 7 dagen in de week te zien. Met presentatoren Twan Huis, Marielle Tweebeke of Joost Karhoff. In de Alzheimerweek brengt Nederland 2 programma's met het thema Alzheimer. De AVRO zendt de tweeluik Dementie en Dan uit. Kunt u mij zeggen in welke provincie we nu zijn? Amsterdam, in de VU. En welke provincie is dat dan? Amsterdam toch, of niet? Een documentaire die 5 patiënten met dementie en hun naasten volgt in hun dagelijks leven. Ook Radio 1 besteedt de hele week aandacht aan het thema. Avonturier, journalist en schrijver Bernice Notenboom reist in klimaatjagers naar 6 ongewone, soms lastig te bereiken plekken op aarde, waar veranderingen van het klimaat hele ecosystemen diepgaand zullen beïnvloeden. Zijn die processen nog omkeerbaar? En zo niet, wat staat ons dan te wachten? Na de slavernij en de Gouden Eeuw brengt Nederland 2 dit najaar opnieuw een serie die achtergronden geeft bij onze geschiedenis. Nederland in 7 overstromingen. De watersnoodramp van 1953 is de meest recente stormvloed in een lange reeks die meermaals de geschiedenis een wending gaf en regelmatig ons landschap blijvend veranderde. In Nederland in 7 overstromingen volgen we de invloed van historische overstromingen op het Nederlandse landschap, de geschiedenis en de cultuur. Na 5 zware oorlogsjaren is Nederland in 1945 failliet, ontredderd en gebroken. Regering en bevolking zien zich voor een welhaast onmenselijke taak gesteld om zich weer op te werken uit de ellende. De serie Na de Bevrijding gaat over die periode van wederopstanding van ons land. Verteld met prachtig archiefbeeld, documenten en archiefstukken. En door de verhalen van een aantal welgekozen ooggetuigen. Ik heb gezien dat ze zo haar
kort knipte op haar hoofd. En toen was er een andere jongen, die had zo'n klein busje Meni met een kwastje. En die schilderde een hakenkruis op haar hoofd. In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Het was de meest omvangrijke en bloedige oorlog die de mensheid tot dan toe had meegemaakt. Vanaf 19 april 2014 zendt Nederland 2 een internationaal gemaakte serie uit. Hierin wordt het grote verhaal van de oorlog tastbaar gemaakt aan de hand van 14 persoonlijke verhalen. Door teksten uit dagboeken, brieven, aanzichtkaarten en telegrammen komt de oorlog tot leven. Voorafgaand aan deze serie produceren VPRO en NTR een aflevering over Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 2014 programmeert Nederland 2 elke maandagavond op primetime een documentaire. Een greep uit het grote aanbod van dit najaar. Searching for Sugar Man. De Amerikaanse singer-songwriter Rodriguez was in de jaren 70 beroemd in Zuid-Afrika. Hoewel met 500.000 verkochte platen iedereen zijn muziek kende, was de man zelf een mysterie. 25 jaar later besluiten een platenhandelaar en een muziekjournalist de raadsels rondom deze tragische held te ontrafelen. Don't Shoot the Messenger volgt 4 totaal verschillende mensen tijdens Occupy Amsterdam. Ze hebben ieder zo hun eigen zorgen over de economie, de planeet en de democratie. Maar ze delen de behoefte de wereld in beweging te willen brengen. Hun verhaal vertelt 2 jaar van hoop en teleurstelling en de zoektocht naar hoe verandering in gang te zetten. Bahar beseft al snel dat ze een vergissing heeft begaan wanneer ze tegen haar vaders wil trouwt met haar Turkse buurjongen. Gevangen tussen de liefde voor haar man en de liefde voor haar vader, besluit ze de consequenties van haar vergissing in stilte te dragen, met fatale gevolgen. Vroeger waren kinderen nog druk, onrustig of wat stilletjes. En nu hebben ze ADHD of Asperger en kunnen daarvoor behandeld worden. Maar worden jongens nu steeds lastiger? Of hebben wij als opvoeders en onderwijzers steeds meer last van dat jongensgedrag? Kunnen jongens nog wel echte jongens zijn? Wat is dat eigenlijk, ADHD? Dat je echt zo wild bent dat je moeder je zelfs niet eens wil hebben.